Beste mensen, welkom bij de laatste officiële raadsvergadering van Landert. En eigenlijk is dat niet helemaal waar, maar wel de inhoudelijke laatste. Want we gaan elkaar nog treffen bij een afscheidsraad als raadsvergadering. Dus ik zou zeggen, geniet er vooral met elkaar nog eens van dit laatste moment. De verkiezingen zijn ondertussen voor gemeente Maasvlakte achter de rug. En ik denk dat het goed is om in ieder geval de mensen die ook daar een raadzetel hebben verdiend, om die te feliciteren. In deze raad zijn het Jeroen van der Heuvel, Harold van der Broek, Mara Slegers en de heer Van Tiel, Harry van Tiel, die zomaar promotie heeft gemaakt van plaats 3, Harry, heb ik gezien, tot zelfs fractievoorzitter geschopt in 2 weken. Dus zo snel kan het gaan in een carrière in de gemeente Maasvlakte. Allemaal gefeliciteerd en we weten dat ook nog een aantal andere mensen hier uit deze raad op een misschien wel een reservebankje zitten en mogelijk in de nieuwe gemeenteraad van Maasvlakte plaatsnemen. Daarnaast zijn er een aantal andere inwoners in onze gemeente die in de nieuwe gemeente Maasvlakte een plek krijgen in de raad. Ook voor hun felicitaties van ons allen. Daarnaast heb ik namens u ook de nieuw aangewezen waarnemer, de heer Ruup, een bos bloemen en felicitaties overgebracht om te feliciteren met zijn benoeming als waarnemer van die gemeente Maasvlakte. En als laatste zou ik u mee willen delen dat de heer Zwaans zich heeft afgemeld voor deze vergadering. Welkom aan alle kijkers. En zoals u weet, in de digitale setting gaan we toch even een kort rondje doen om zeker te weten dat iedereen aanwezig is, met het verzoek om heel even je kenbaar te maken. En dan begin ik bij de heer De Jong. Aanwezig. De heer De Klein. Aanwezig. Mevrouw Wenst. Aanwezig. Meneer Van Tiel. Aanwezig, voorzitter. Meneer De Lauw. Aanwezig, voorzitter. Meneer Van der Broek. Aanwezig, voorzitter. De heer Muller. Ja, aanwezig, voorzitter. De heer Van den Berg. Die heeft zich nog niet gemeld. De heer Van den Heuvel. Aanwezig. De heer Stemers. Aanwezig, voorzitter. Mevrouw Hoek. Aanwezig, voorzitter. Mevrouw Slegers. Aanwezig, voorzitter. Meneer Pijnappels. Aanwezig. Meneer Beumer. Aanwezig. Reitsma. Aanwezig. En meneer Jonkergouw. Present, voorzitter. Dan wachten wij nog in meneer Van den Berg als hij binnenkomt. Dan zullen we daar melding van maken. En hebben we in ieder geval quorum en kunnen we de vergadering op een goede manier starten. Dan verzoek ik u om heel even te blijven zitten, maar mag wijsheid en rechtvaardigheid ons gegeven worden bij onze beraadslagingen. Welkom allemaal. In deze vergadering is ook de heer Bongers aangesloten. Bij agenda punt 2 heeft hij verzocht om in te kunnen spreken namens de werkgroep Voederhel. Meneer Bongers, u heeft wat mij betreft het woord aan u. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik lees het even kort van papier. Geachte raadsleden, wij als bewoners van de Voederhel maken graag nogmaals via deze weg gebruik van spreekrecht om u te verzoeken om in te stemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan brandweer, met inachtneming van de punten zoals opgenomen in het raadsbesluit. De heer Hermes heeft in lijn met zijn beroep een prachttekening gemaakt en aan u gepresenteerd vorige week over hoe mooi de Voederhel er eigenlijk uit zou kunnen zien als poort van Zeeland of route naar de Maasvlakte. Dit als ultiem uitvloeisel van de gemaakte afspraken zoals opgenomen in het raadsbesluit. Graag benadruk ik echter dat deze afspraken niet uit luxe of liefde voor esthetiek in dit bestemmingsplan terecht zijn gekomen. Zoals de heer De Klein in zijn beschouwing vorige week al aangaf, al is het financieel mogelijk om de straat met gouden klinkers te bestraten, dit wil nog niet zeggen dat we dat ook moeten doen. Wij willen geen gouden klinkers op de Voederhel. Gouden klinkers zijn gevaarlijk, want als het regent, dan glijd je erover uit. En dat is nou juist waar het ons wel om te doen is, de veiligheid. Veiligheid voor de ons onbekenden die vanuit Uden of Graven of nog verder weg
met de bus naar Zeeland komt en momenteel natte enkels krijgt in de berm, omdat er nog steeds geen fatsoenlijk voetpad ligt naar het bedrijventerrein. Veiligheid voor de, vanwege gebrekkige verlichting in de straat, bijna onzichtbare fietser, die zich in alle vroegte naar de bushalte snelt om de bus naar school nog te kunnen halen. Vanuit de buurt Voederheil worden al jaren zorgen geuit over de verkeersveiligheid. De komst van de nieuwe bushalte heeft ervoor gezorgd dat er veel nieuwe voetgangers en fietsers op de weg zijn. Daarnaast is er veel zwaar transport bijgekomen en wordt er door personenauto's vaak veel te hard gereden. Toezeggingen vanuit de gemeente, zowel mondelijk als schriftelijk, zijn helaas iedere keer weer in een la verdwenen. Concrete acties zijn tot nu toe uitgebleven. Om nu, zonder enigerlei aanpassingen aan de Voederheil, nog een brandweerkazerne met nevenfunctie te realiseren, met daarbij in het vooruitzicht nog een sportschool en verdere uitbreiding van het bedrijventerrein, is vanuit dit oogpunt dus ronduit onverantwoord. Veiligheid, en enkel veiligheid, is voor de buurt reden geweest om samen met de gemeente en wethouder er voor eens en altijd afspraken over te maken. Deze afspraken zijn nu vastgelegd als extra beslispunten. Let wel, voor ons als buurt was dat geen makkelijke afweging op dit moment. 1. De wethouders en het college waarmee afspraken worden gemaakt zijn over 3 weken vervangen door anderen. 2. Projectmedewerkers waar afspraken mee worden gemaakt, waarschijnlijk idem. 3. Toekomstige raadsleden, mede verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de afspraken, hebben niet allen de geschiedenis en de interpretatie van de afspraken op hun netvlies. Toch geeft hetgeen wat nu op papier staat voor ons als buurt het vertrouwen dat we kunnen bouwen aan een veilige verkeerssituatie op en rondom het bedrijventerrein Voederheil. Daarbij zorgt het voorliggende bestemmingsplan voor een wederzijdse inspanningsverplichting om samen de verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een veiliger straatbeeld. We kunnen elkaar hier in de toekomst op aanspreken en scherp ophouden. Een soortgelijk vraagstuk als op de Voederheil ligt op dit moment voor op Repelakker. Ook hen gunnen wij een constructieve dialoog over de inrichting en verkeersafwikkeling van de verdere ontwikkeling van hun wijk. De door ons met de gemeente vastgestelde afspraken, voortbordurend op het megaborn verkeersonderzoek, zijn wat ons betreft niet conflicterend met dat belang. Rest mij om de gemeente, de wethouder en de betrokken raadsleden te bedanken voor het tijdig inzien dat de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein hand in hand dient te gaan met investeringen in een verkeersveilige ontsluiting hiervan. We vragen u, geachte raad, dus om met deze gezamenlijke en gedragen oplossing in te stemmen en mee te werken aan een goede overdracht van de afspraken richting de toekomst. Met vriendelijke groet namens de aanwonenden van de Voederheil. Dank u wel, meneer Mongers, voor uw inspreken. En het zal vast en zeker bij het agendapunt 5a meegewogen worden. Dan constateer ik dat de heer Van den Berg ook de vergadering binnengekomen is. Misschien dat u zich ook even kenbaar kunt maken, meneer Van den Berg, dat iedereen het ook echt zeker van is. Ik ben aanwezig, voorzitter. Welkom. Dan komen we bij agendapunt 3, dat is trekking van het stemmingscijfer. En dat is ook de plek, weet u. Bij die fractie zullen we de beraadslagingen beginnen. En ik heb hier de naam van de heer Beumer, Morris Beumer, in mijn handen. Terug in de bak, meneer Beumer. En we zullen bij u de beraadslagingen beginnen. Dan het vaststellen van de agenda, agendapunt 4. Kunt u instemmen met voorliggende agenda? Meneer De Klein zie ik. Meneer De Klein. Ik kan wel instemmen met de agenda, voorzitter, maar een klein puntje. Ik wilde graag over 2 ingekomen brieven een korte vraag stellen. En dat heb ik niet van tevoren aangekondigd, maar ik wil er toch graag gebruik van maken. Anders dan gaat dat straks voorbij. Dus als u dat geen bezwaar vindt, vind ik dat een goed punt. Ik vind dat zelf geen bezwaar, maar ik kijk ook naar uw collega's. En dan hoop ik, als die uit de losse pols die vragen komen, dat we ze ook uit de losse pols kunnen beantwoorden. Maar dat zal dadelijk de tijd leren. Wij doen dat, neem ik aan, bij naar aanleiding van de raadsinformatiebrieven. Meneer De Klein, daar heeft u het over? Of zijn er vragen voor de rondvraag? Bij de ingekomen stukken. Bij de ingekomen stukken, excuus. Wij komen daar even op terug. Mocht ik dat vergeten, ben ik ervan overtuigd dat u mij herinnert aan dat moment.
Dan gaan we door met deze agenda en komen bij agenda punt 5a, het bestemmingsplan brandweer. En geef graag de fractie van Duurzaam Maashorst het woord. Meneer Pijnappels. Voorzitter, dankjewel. Mijn laatste ronde deze vergadering, want ik ga afscheid nemen van deze raad. En het is toch zo mooi dat ik dan ook nog mag beginnen. Ik hou het kort, voorzitter, bestemming van brandweer. Ik heb daar in de voorbereidende vergaderingen al het een en ander over gezegd. Ik zal kort een inhoud geven en daarna ook zeggen hoe wij daar over denken, over dit voorstel. Op de valreep stellen we dan ook het bestemmingsplan brandweer, locatie voederij al vast. En zo zie je ook maar weer dat er soms nog op het laatst nog belangrijke besluiten genomen kunnen worden. Het is een goed plan dat de Zeeland een regionaal steunpunt krijgt van de brandweer. Ik denk dat we daar goed mee bezig zijn. Ook goed dat we hiermee het industrieterrein verder ontwikkelen en naar een voltooiing kunnen gaan. Misschien is het ook wel goed voor de werkgelegenheid in Zeeland. Ik durf dat zo niet te zeggen, maar dat zou zomaar kunnen. Het biedt ook opties voor een veilige verkeersafwikkeling op de voederrail en komt tegemoet aan de wensen van de inwoners. Kortom, en dat laatste, dat we tegemoet komen aan de inwoners, dat is eigenlijk wel een pluspunt. Want draagvlak creëren in de samenleving voor een veilige verkeersafwikkeling is ontzettend belangrijk. En dat zal ik nog, en de inspreker de heer Bonger zei dat ook, die benoemde ook nog even de belangengroep van de reepplakken, die daar ook een belang hebben. Want aandachtspunt in deze planvorming is de match met de ontwikkeling van de verkeersafwikkeling bestemmingsplan 3 op de reepplakken. Ik snap dat we dit los moeten zien van elkaar, dat er twee verschillende bestemmingsplannen zijn, maar het ligt wel dicht tegen elkaar aan. En straks kom ik er ook nog even op terug, want in het overdragsdocument naar de nieuwe gemeente wordt ook nog de verkeersafwikkeling in de kern van Zeeland genoemd. En daar wordt ook nog de relatie gemaakt met Reepelakken 3 en de voederijl. Dus je ziet, die integrale afweging is heel erg belangrijk. Er liggen dan ook overeenkomstige belangen die te maken hebben met verkeersveiligheid. Je moet niet één plek verkeersveilig maken, maar je moet heel Zeeland verkeersveilig maken. Nou, belangengroep Reepelakken heeft door middel van meerdere schrijven uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor een veilige verkeersafwikkeling en daarbij ook de ontwikkeling op de voederijl in meegenomen. Andersom heeft de voederijl ook de ontwikkelingen op de Reepelakken meegenomen. Ze zien hier dan ook een gezamenlijk belang en ik hoor ook van de heer Bongers dat zij ook de belangengroep Reepelakken een constructieve dialoog toewensen. Voorzitter, ik ga daar nu niet verder op in. Ik kom daar straks op terug als we de raadsinformatiebrief 13 bespreken. Die gaat over de Reepelakken. Maar zoals het plan er nu voor ligt, kan Duurzaam Maashorst instemmen met het voorliggende voorstel. Zover wil ik het even bij laten. Ja, dankjewel meneer Pijnappels. CDA, fractie CDA, de heer Reitsma. Ja, voorzitter, dank u. CDA stemt graag in met het bestemmingsplan voor de locatie en realisatie van de regionale brandweer op voederheil. Dat is inderdaad de werkgelegenheid die we op het gemeentehuis verliezen. En het is fijn dat we op de voederheil dan weer wat aanvulling krijgen. Die instemming is inclusief, denk ik, dat we dat met z'n allen ook vaststellen, de verkeerskundige notitie als genoemd in de bijlage. Tegelijkertijd willen we de bewoners van voederheil geluk wensen met het resultaat van hun volhardende inzet. De actie van de inwoners komt dan ook tot uiting in het raadsvoorstel. En hoewel we het volledig eens zijn met de intentie, vraag ik me af of dit thuis hoort in de vaststelling van één specifiek bestemmingsplan op voederheil. Ik vroeg me namelijk af of de beslispunten 3 en 4 in dit bestemmingsplan thuis horen. En wat bovendien de waarde is van beslispunt 4. Er staat namelijk dat we besluiten wat een voorwaardelijke verplichting, voor een andere ontsluiting van voederheil binnen een bepaalde termijn. Het lijkt een soort kettingbeding in het bestemmingsplan. Maar tegelijkertijd lijkt die voorwaardelijke verplichting niet meer te zijn dan een intentie. En zal, naar mijn mening terecht, geen invloed hebben op het draaien van de brandweerkazerne als de intentie op enige wijze zou mislukken. Maar wij ondersteunen echter zeker wel de genoemde intentie. En dan steunen ook de heer Bongers in zijn inleiding. Maar we hadden het zieker gevonden en beter als er een parallel raadsvoorstel, bijvoorbeeld een startnotitie, aan gewijd zou zijn voor een ontsluiting, een verbeterde ontsluiting en verbeterpunten aan de verkeerssituatie op voederijl. Dat was het, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Rijtsma. Fractie D77, meneer De Klein, aan u. Dank u wel, voorzitter. En, we hebben te maken met een bijzondere burgerparticipatie. Complimenten. Alle lof voor de omwonenden. Het laatste moment is er een forse aanpassing gekomen in dit bestemmingsplan. Voor ons lijkt het wel een beetje, ik heb dat ook in de voorbereidende vergadering gezegd, een beetje op paniekvoetbal. Als we lezen dat er bij punt 4 een soort voorwaardelijke meneer De Klein, we noemen het ook al. Meneer De Klein. Een ontbindende voorwaarde eigenlijk voor zo'n bestemmingsplan opgenomen. Meneer De Klein. Is, waarbij er gesproken wordt over een ontsluiting. En dat kan nog zijn op de Bergmaas, Piekenhoef op de Peelweg. Meneer De Klein. Bij ontsluiting zou het eigenlijk niet door kunnen gaan. Meneer De Klein. Wij snappen wel dat er dit ingekomen is. En meneer De Klein. Ja, meneer De Klein, heel kort. U kraakt enorm, dus ik weet niet waar het aan ligt. Maar als u heel even wil kijken. Probeer het opnieuw. Gaat het nu beter? Het gaat heel veel beter. Dat dacht ik al. Ik heb het oortje er even uitgehaald. Excuses. Gaat u door. Ik had dus gezegd van complimenten voor de burgerparticipatie. De omwonenden zijn erin geslaagd om op een uitstekende manier hun opvatting in dit plan te krijgen. Maar wat de gemeente betreft vind ik het een beetje paniekvoetbal, omdat het op het allerlaatste moment tot een forse aanpassing heeft geleid in dit plan. Wij lezen bij punt 4 van het raadsvoorstel, bij het besluit, dat er een voorwaardelijke verplichting zelfs is opgenomen om te zijner tijd een ontsluiting te maken. Maar ja, waar die ontsluiting moet komen, Bergmaas, Piekenhoef of Peelweg, dat is nog volstrekt onduidelijk. En wat voor ons ook speelde, en de heer Pijnhofs had het daarover, en daar willen we toch graag toch wat meer helderheid over krijgen in deze vergadering, dat is of er geen conflict ontstaat met de mogelijke ontsluiting die we straks krijgen bij plan Repelakker. Ik zei in de voorbereidende vergadering al, het kan toch niet zo zijn dat we straks vanaf de Piekenhoef richting Ude 3 of 4 rotondes op een rij krijgen. Dat lijkt mij te veel van het goede. Dus dat is voor ons toch wel even nog een punt. Dan het tweede punt. Wij willen zeker geen gouden klinkers, maar ik heb die beeldspraak gebruikt omdat totaal onduidelijk is wat de kosten zijn van de mogelijke ontsluiting die hier moet worden aangelegd. En dan wordt er gezegd, ja, maar dat kan makkelijk uit straks uit de Greks. Ja, maar dat het makkelijk uit kan, is natuurlijk geen argument. Het argument moet zijn dat het noodzakelijk is. Nou, wij vinden verkeersveiligheid heel belangrijk en wij zien wel dat hetgeen wat er is ingebracht een grote noodzaak heeft. Maar om het nu volstrekt zonder kosten toch op te nemen, dat gaat ons eigenlijk een beetje verder. En dan het derde punt, voorzitter. De herinrichting Voederheil, op zichzelf een mooi initiatief en zeker ook belangrijk. Maar het lijkt een klein beetje op de smeerolie die nodig is om de omwonenden mee te krijgen in dit bestemmingsplan. En ook dat stuit ons een beetje tegen de borst. Het is onze laatste vergadering. Goed dat het op de agenda staat, maar zoals de heer Bongers al zei, het wordt wel doorgeschoven naar de nieuwe gemeente Maashorst. Daar zitten een aantal raadsleden bij die er nu ook zitten, dus die kunnen de zaak bewaken. Maar het wordt allemaal nieuw en het is maar de vraag of alles wat nu besproken is en meegenomen is ook aan de orde komt. Kortom, wij zitten toch een beetje aan te hikken tegen van doen we dit wel goed en is dit wel op dit moment een goed uitgewerkt plan. Maar ik hoor graag nog wel wat antwoorden van de wethouder en dan kunnen wij ons definitief standpunt bepalen. Dank je wel. Ja, dank u wel. Dan kom ik bij de... Meneer voorzitter. Ja, met de heer Pijnappels. Ja, ik hoorde meneer De Klein iets zeggen wat ik graag even kort wil corrigeren, want anders gaat dat een eigen leven leiden misschien. De heer De Klein zei dat ik het had over conflict met de verkeersontwikkeling op de Repelakker. En ik heb letterlijk gezegd, aandachtspunt in deze planvorming is de match met ontwikkelingen en verkeersafwikkeling bestemmingsplan 3 Repelakker. Laat daar helder over zijn. Helder, volgens mij heeft u intentioneel al hetzelfde bedoeld en de wethouder moet er maar een antwoord op geven. Ik kom bij de fractielijst Zeeland nog, meneer Van Tiel, aan u. Ja, dank u wel, voorzitter. Vooruitlopend op het definitief bestemmingsplan hebben we nu een separaat bestemmingsplan voor de brandweer. De werkgroep Voederij heeft prima werk geleverd.
Ik ben verschillende keren met de werkgroep op stap geweest. Ik mocht hen ook begeleiden in hun procesgang richting ook gemeenten. Ik heb hen altijd voorgehouden. De ontwikkelingen houden we niet tegen. Reepelakken gaat door, bedrijventerrein gaat door. En waar u als bewoners invloed op kunt uitoefenen is op de gevolgen daarvan. En ik wil de werkgroep complimenten maken voor een constructieve manier waarop zij met de gemeente en de wethouder de zaak hebben opgepakt. En ook in het laatste betoog van de heer Bongers blijkt dat ze ook oog hebben voor de reepelakken en hun dezelfde constructieve aanpak als het ware adviseren. En u ziet dan dat er ook mogelijk is om aan de gevolgen van de ontwikkelingen om daar oog voor te hebben en daar ook maatregelen voor te nemen. De afspraken die de werkgroep Voederheil graag ziet, staan nu op papier. Het is een intentieverplichting en het zal terug moeten komen in de definitieve bestemming van fase 2 van Voederheil. Ik mag mee onderdeel uitmaken van de nieuwe gemeenteraad in de Maasvast en zal dan ook straks zien wat er op de agenda komt in de nieuwe gemeente. En ook dan zal ik graag met de werkgroep Voederheil erover verder van gedachten wisselen. Kijk even, de werkgroep Voederheil, ik wil ook zeker de heer Peter Hermes daarin benoemen als een van de grote hoofdrolspelers samen met de heer Bongers om dit tot stand te brengen. De financiële risico's. Ik heb goed begrepen van de wethouder Financiën, de heer Verrijken, dat het bestemmingsplan Voederheil voor een groot deel, alle wegen liggen er, alle bekabeling ligt er, en dat de risico's absoluut verantwoord zijn in het kader en die in het kader van de GREX ook straks te verantwoorden als zodanig. Hadden wij een blanco bestemmingsplan en zouden wij een geheel moeten beginnen, dan ben ik het wel met de heer Klein eens van de heer 97 om meer inzicht te hebben in de te verwachte kosten. Maar gezien nu de situatie en ook de antwoord van de wethouder, denk ik dat het financieel wel verantwoord is. Kortom, Lijst Zeeland kan instemmen met het voorstel wat er ligt. Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Vertiel. Dan kom ik bij de heer Van den Broek van de RPP. Meneer Van den Broek. Dank u wel, voorzitter. En inderdaad, niet alleen de laatste raadsvergadering in die zin, maar ook voor mij de laatste raadsvergadering als fractievoorzitter van de RPP. En na 48 jaar houdt ook dit jaar de RPP op te bestaan. Dat even ter inleiding en als aanvulling daarop. Het bestemmingsplan dat voor ligt. Het advies is helder en we zijn zeker voor het vaststellen van het bestemmingsplan van de brandweerlocatie op Voederheil. Zeker goed voor Zeeland en zeker ook voor de regio. Er zijn toch wel, en dat maakt het bijzonder, enkele voorbehouden opgenomen in het raadsvoorstel zoals deze nu voor ligt. En dit mede naar aanleiding van de bewoners Voederheil met een heel mooi planvorm alternatief. En dat heeft onder meer nog aandacht wat betreft de integraliteit met de omgeving waaronder Repelakker, de ontwikkeling, financiering en aankoop van de benodigde gronden en de verkeersveiligheidsmaatregelen die hieraan ten grondslag liggen. Daarbij zal de komende 2 jaar ook een gedegen dialoog moeten worden doorlopen wat betreft de verkeersveiligheid en de ontsluiting van zowel de Voederheil als ook de Repelakker. Ik ga het niet lang maken, want we hebben in de voorbereidende raadsvergadering hier al veel over gesproken. En we maken in die zin nog zeker ons nog zorgen over de verdere vervorming van het plan. En niet zozeer de bestemplan, maar wel de omgeving. En daarom, en het is al een paar keer aangehaald en ik wil het dan toch nog maar een keer aangeven, wil ik ook de raadsleden die meegaan in de nieuwe gemeente Maasvast meegeven dat we echt onze ogen en oren en zorg moeten dragen en toe moeten zien dat er een gedegen masterplan tot stand gaat komen, waarin het belang van alle betrokkenen goed zijn betrokken en afgewogen. Laten we ervoor zien en zorgen dat het participatieproces wat daarbij hoort ook goed zijn tot recht gaat komen. En dat er hier een omgeving ontstaat die voor iedereen gezegd kan worden over 20 jaar... we hebben de goede keuze gemaakt waarbij de veiligheid voor iedereen daarbinnen is gewaarborgd. Voorzitter, ik zou het hier graag voor willen laten. Ja, dank u wel, meneer Van den Broek. Dan kom ik bij de heer Van der Heuvel. Maasvast. Dank u wel, voorzitter.
Ja, in de voorbereidende vergadering hebben wij vragen gesteld en ook naar tevredenheid antwoord gekregen. En de komst van een regionaal brandweerstation vinden wij ook een krachtige beweging en die moedigen wij toe. En toch hebben we de indruk dat het beter en slimmer had gekunnen, heel dit proces. Want we hebben geluisterd naar inwoners. Zij delen hun zorgen over de veiligheid, over de situatie zoals die nu op dit moment is. Maar dat hadden we als gemeente natuurlijk al veel eerder moeten doen. De postzegelplanning van de afgelopen jaren heeft die al bedenkelijke veiligheid er absoluut niet beter op gemaakt. En zoals wij in de VR ook hebben aangegeven, hadden we dit totale ontwerp van dit terrein veel meer vanuit een integrale blik moeten doen. Het is namelijk niet het bedrijventerrein wat omwonenden heeft. Nee, het zijn de omwonenden die er een bedrijventerrein bij hebben gekregen. En in dit soort zaken moeten we veel eerder beginnen met luisteren naar elkaar, zorgen goed behandelen en samen optrekken naar een oplossing. En die oplossing die komt nu ook voor een groot deel vanuit de inwoners en waarvoor stevige complimenten. En ook prettig dat het college die zo snel mee heeft op kunnen pakken. We vinden het belangrijk dat hier wel een goed verwachtingsmanagement wordt gedaan, want de bewoners maken zich hier al jaren hard voor. Dus zullen wij dat ook doen om de voorkeursopties, zoals die zijn verwoord, daadwerkelijk te gaan realiseren. Want sommige van deze opties zijn nog van een heel aantal variabelen afhankelijk. Maar ze zullen het uitgangspunt blijven en zoals meerdere voor mij al hebben gezegd, daar zullen wij ook voor werken om die in de nieuwe raad vertegenwoordigd te hebben. En wat ook anderen al aan hebben gegeven is, deze ontwikkeling en vooral de manier waarop inwoners werken aan zo'n ruimtelijke ontwikkeling, is haast niet los te zien van de ontwikkelingen zoals die nu op de Repelak al lopen. Want ook daar hebben we een groep inwoners die hard werken met hun kennis om de ontwikkelingen en hun woonomgeving zo prettig en ook veilig mogelijk te houden. En zoals in dit voorstel de variant van inwoners is verwerkt, willen we dat ook graag bij de Repelakker zien. Waar we oog voor moeten hebben, is dat we ook daarin samen op zullen gaan trekken. Want we begrijpen het maar al te goed dat je meest strijdbaar bent voor je eigen omgeving. Maar we moeten met z'n allen niet uit het oog verliezen dat we dit ook voor het totaalplaatje van Zeeland aan het doen zijn. En wat we absoluut niet willen, is dat we met verschillende groepen tegenover elkaar komen te staan. Dus wij vinden dat we daar als gemeente in de toekomst een stevige rol in zullen gaan vervullen en willen gaan vervullen. Voorzitter, ja, wij zijn blij hoe dit tot een einde is gekomen met de inspraak van inwoners. En wij kunnen instemmen met dit voorstel. Ja, dankjewel meneer Van der Heuvel. Mevrouw Hoek. Ja, dank u voorzitter. Ook in de voorbereidende vergadering door iedereen veel aanbevelingen gedaan, vragen gesteld, antwoorden gegeven. Ik ben ontzettend trots dat wij de brandweer hier als een aanwinst zien met elkaar in onze eigen nieuwe gemeente. En het heeft een regiofunctie. Zoals er al door velen gezegd is, ja, gaat het natuurlijk over de inwoners die verschillende keren aan de bel hebben getrokken. En dan gaat het over interpretatieverschillen. Maar het allerbelangrijkste is, mensen zijn in staat om de krachten te bundelen en hun belangen te behartigen voor de hele omgeving. Die denken na en die willen een verbetering voor die leefomgeving. En wat is er dan mooier als gemeente, ambtenaren, raad, college om te zeggen, laat het horen. Het bouwt met elkaar op. Wat ik dan wel jammer vind, is in het hele traject dat er dan zoveel moeite gedaan moet worden om gehoord te worden door onze inwoners. En daar moeten we echt een leerpunt van maken in de nieuwe gemeente. We kunnen allemaal met elkaar zeggen, oh, we gaan participatie en we doen dit en oh, we vinden het zo belangrijk, maar laat dat zien. Laat dat zien aan de voorkant, het samen optrekken en respect hebben voor de visie. En dat geldt straks ook voor Repelakker, die zitten in hetzelfde stuk. Laat het een leerpunt zijn dat wij onze inwoners waarderen en dan zaken vastleggen op een goede wijze van samenwerking. Want het betekent ook in dit traject heb ik iedere keer gehoord, ja, we groeiden naar elkaar toe. Omdat ieder dus vanuit zijn eigen belevingswereld in een situatie zit, moet je naar elkaar toe groeien. En dat moet je zeker doen met respect en met
het respecteren daarin dat die denkkracht van onze inwoners zo ontzettend waardevol is. Want dan kom je niet met S-bochten tot uiteindelijke conclusies die je net als nu weer in het laatste stukje toch weer her moet bedelen, toch weer anders moet worden. Groot respect voor deze mensen, dat heb ik in de voorbereidende vergadering ook al gezegd, voor hun enorme vasthoudendheid, want daar staat of valt het mee. En ja, als het allemaal zo langzaam en traag gaat en niet gehoord, ja, dan vraag je af, wat willen mensen nu van elkaar? Uiteindelijk denk ik dat het heel belangrijk is op de hele afwikkeling straks in de nieuwe gemeente. Daar zal ik ook vanaf de zijlijn met argusogen naar kijken. Want het is heel makkelijk gezegd, dat nemen we mee in de nieuwe gemeente. We gaan ons best doen, we houden het vast. Nou, ik zal het met argusogen volgen, ook al zit ik niet in die raad. Voorzitter, VVD kunnen ontzettend meegaan met dit voorstel. En ik ben heel blij dat meneer Bongers ook zei, wij hebben als buurt weer vertrouwen in jullie. En dat vind ik een heel hoog goed wat wij als volksvertegenwoordigers kunnen krijgen. Het vertrouwen van de gemeenschap. Dit was het voorstel. Dank u. Ja, dank u wel, mevrouw Hoek. Dan komt bij mevrouw Slegers, positief Landert, eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Een regio kantoor naar onze gemeente trekken. We willen daarmee aantonen dat de gemeente Maarsoft in wording ook echt een regiofunctie kan vervullen. We zijn daarom eigenlijk ook blij, zoals heel veel net al gezegd hebben, dat er uiteindelijk goed geluisterd is naar de inwoners. Maar er zijn nog veel variabelen en onzekerheden in de gewenste opties. Daarbij is belangrijk dat we verzekeren dat de voorstellen van de buurt voor ons echt een uitgangspunt zijn. En we moeten dan wel realistisch zijn in de verwachtingsmanagement. Het realiseren van bijvoorbeeld ontsluiting, zoals al besproken is, kan echt nog wel een klus worden. Maar daar wordt in de nieuwe gemeente dus ook echt hard voor gemaakt. Voorzitter, in het stuk wat nu voor ons ligt, zijn we trots op hoe de inwoners hier een bijdrage in hebben geleverd. Complimenten daarvoor. Maar ook heel erg fijn dat het college daar dan uiteindelijk mee aan de slag is gegaan. Dus wij kunnen instemmen met het voorstel. Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw Slegers. Dan geef voor de beantwoording eerste termijn graag het woord aan wethouder Verijken. Ja, dank u, voorzitter. Er zijn enkele vragen gesteld, ook wat opmerkingen. Enkele waar ik nog even op wil reageren. Maar in ieder geval ben ik blij met de brede steun voor dit plan waarbij we toch erin slagen om uiteindelijk ook de wens van de regionale brandweer om hier te landen kunnen invullen. Eigenlijk is dat ook een beetje de reden, en ik ben het met de opmerkingen van Maarsoft Struit eens, ja, je moet eigenlijk zo weinig mogelijk postzegel plannen maken, je moet eigenlijk werken vanuit een masterplan. Ik denk dat het inderdaad beter is als je dat echter gaat doen in dit geval. Je moet zo zien, Voederheil is bijna aan zijn eigen succes ten onder gegaan. De laatste jaren zijn de uitgiften zo snel gegaan dat we met een compleet verkocht industrieterrein zaten. En dan komen er nog vervolgens nog bedrijven. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de beste koffiefabrikant van Nederland. De regionale brandweer. Ja, en die willen natuurlijk niet wachten op een nieuw masterplan. Want dan ben je natuurlijk een tijd bezig. Die willen gewoon het liefst gisteren beginnen. Hè. En anders gaan bedrijven misschien wel naar een andere gemeente. Dus dat stelt je wel voor een dilemma. Hè. Maar inhoudelijk kan ik die lijn goed volgen. Alleen daarom hebben we toch moeten kiezen voor deze opties. Maar in ieder geval blij met uw brede steun. Ik heb toch wel een paar antwoorden, zeker opmerkingen over het voorstel zelf. Het is toch wel iets meer dan een intentieverklaring. Hè? Dus er zit toch wel degelijk een stevige verplichting aan om een ontsluiting te realiseren. We hebben alleen een paar onbindende voorwaarden. Er zijn natuurlijk de grondaankoop, waar we overigens druk mee doende zijn. En natuurlijk een bestemmingsplan, maar dat is natuurlijk altijd het geval. We moeten er ons ook hard voor maken en dat zijn we denk ik ook wel verplicht richting de omgeving om dat te doen. De kosten van de ontsluiting, wat is in de voorbereidende vergadering nog aangevraagd en ik hoor dat nu ook nog terugkomen, die hebben we even laten ramen. En dat komt op neer dat varieert tussen de 6 en de 7 ton. Waarbij de goedkopere variant is als je gewoon ontsluit met een af- of inrit. Ligt overigens denk ik ook het meest voor de hand. Ik ben het met de heer De Klein eens. Je moet daar geen heleboel rotondes op een rij hebben.
En dat is waarschijnlijk ook voldoende. En 7 ton is als je met als rotonde uitvoert. Maar goed, ik denk dat aan de deskundige na ons is om te kijken wat de beste manier is. En zeker ook hoe de plannen op repelakker lopen, hoe je dat gaat doen in de nabije toekomst. Ja, en de Grex, die laat dat toch wel toe. Ook zoals de heer Van Tiel zei, we hebben natuurlijk de meeste kosten al gehad. Nou, lukt het ons met wat grond aankopen? Nou, dan heb je nog eens een keer extra mogelijkheden. Hè? Dus dan kunnen we het ook gewoon goed doen. En in feite zouden we dit niet hebben en je wilt die industrieterrein uitbreiden, dan heb je die kosten ook. Hè? Dus wat dat betreft valt het dan met de extra kosten ook nog wel mee, verwacht ik. In de voorbereidende vergadering ook nog, en nu proef ik dat ook, is natuurlijk de zorgen uitgesproken van, ja, hoe zit dat nu na ons? Nou, we hebben dit overigens al uitgebreid gemeld in de gemeente Uden, dus men is ook echt op de hoogte wat we aan het doen zijn, ook dat we hier gronden gaan aankopen. En ik heb ook het gevoel dat het daar ook echt goed terechtkomt en wordt opgepakt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de heer Van Tiel, en zeker ook hem kennende, maar ook zeker de andere raadsleden die hier doorgaan in de gemeente Maasdorp, daar zeker bovenop zullen zitten. Daar ben ik van overtuigd. En ik heb het over raadsleden, maar als ik het anders een beetje volg, dan kijk ik alleen maar even in de krant en ik luister. Nou, dan denk ik ook wel dat er nogal wethouders bij zullen zitten. Dus ik denk dat dat wel goed komt, in ieder geval in de nieuwe gemeente. Dus nogal, de financiële risico's die zijn denk ik goed te overzien. Wat ook nog is gevraagd in verband met Rebelakker, is toch dat, het gaf de heer Bommers zo keurig aan in zijn voorwoord, is dat het op zich niet hoeft te bijten met een goede oplossing voor Rebelakker. Daar kun je nog gewoon nog alle kanten uit. Hè. Zij het dat we als college het wel een bepaalde voorkeur hebben uitgesproken. Dat hoeft hier niet conflicterend met elkaar te zijn. En wie weet kunnen deze bewonersgroepen ook nog wel elkaar of met elkaar optrekken of aanvullen. Even kijken. Volgens mij, voorzitter, heb ik het allemaal wel gehad. Maar in ieder geval nogmaals dank voor de steun. Ik denk dat het een geweldige winst is voor onze gemeente dat we dit nog regelen. En dat iedereen in ieder geval hopelijk tevreden is met de uitkomst. Dank u. Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik heel even of er behoefte is aan tweede termijn. Meneer Pijnappels, behoefte aan tweede termijn? Ja, korte opmerking, voorzitter. Dat is toch wel belangrijk. Want wat ik in de hele raad hoor, is dat die burgerparticipatie in praktijk brengen, dat de basis is van goede besluitvorming. En laten we dat, de nieuwe gemeenteraad, ook vooral meenemen en te harte nemen. Dank u wel. Ja, fractie CDA, behoefte aan meneer Rijsma? Ja, voorzitter. Ik heb wat opmerkingen geplaatst dat ik het niet zo chic vond om ontbindende voorwaarden of ontbindende voorwaarden te stellen in één specifiek bestemmingsplan. De wethouder gaat daar niet op in. Hij zegt dat er een stevige verplichting is. Dat geloof ik absoluut, want als zij iets toezegt, dan is dat een bestuurscontinu. Dan geldt dat ook voor toekomstige besturen en ook voor toekomstige raadsleden. Dus daar twijfel ik niet aan. Maar dat er iets ontbonden zal worden, ik geloof daar helemaal niks van. Want bestemmingsplan wordt gewoon aangenomen zoals het er nu staat met de verkeersnotitie. Dus die verwachting moeten wij niet scheppen. Duidelijk is wel dat we gewoon met z'n allen besluiten dat we daar aan de ontwikkeling van voederheil verkeerstechnisch iets gaan doen. Tot zover, voorzitter. Ja, dankjewel. Meneer De Klein. Behoefte uit tweede termijn. Ja, in feite niet zo heel veel, voorzitter. De financiële risico's zijn te overzien. Nou, Ik geloof dat ook wel. En natuurlijk zit er ook ruimte in die Grex. Maar ja, ondanks dat zou het toch prettiger geweest zijn als we enigszins zicht hadden op de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat het niet conflicteert met de mogelijke ontsluiting van Rebelakker. Nou, daar nemen we goede nota van. Want dat is wel belangrijk dat we niet het ene plan doorvoeren, een oplossing creëren en vervolgens een probleem op een andere situatie doen. Maar we gaan ervan uit dat zich dat niet voordoet. En het laatste is wat de heer Rijsma ook zegt. Ja, wij stellen een bestemmingsplan vast. Daarin zitten forse verplichtingen, forse toezeggingen. Maar het plan is vastgesteld. En ik geloof ook niet dat als, ondanks natuurlijk de goede wil, het niet zou lukken om op een goede manier de ontsluiting te realiseren,
dat dan die brandweerkazerne niet open zou kunnen. Dat lijkt mij ook raar. Dus daar moeten we realistisch in zijn. Maar alles overziende gaan wij ook met dit voorstel mee, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Van Til. Behoefte aan tweede termijn? Als dat zo is, moeten we de microfoon openzetten. Nee hoor, dank u wel. Ja, dan meneer Van den Broek, behoefte aan tweede termijn? Kort dat ik toch nog een keer mee wil meegeven dat we inderdaad tot stand komen tot dadelijk het masterplan in de integrale afwegingen tussen de twee toch grote ontwikkelingen, zowel op Voederheil als op Repelakker, zeer zeker onze aandacht zullen moeten blijven houden. En dat we die integraliteit als ook zeg maar, het participatieproces wat daarbij hoort, goed moeten toezien dat dat zorgvuldig en ook gedegen gaat plaatsvinden. En tot zover, en we kunnen natuurlijk instemmen met het plan. Dat hadden we al gehoord, ja. Meneer Van der Heuvel? Ja, voorzitter. Wij stemmen ook in. En wij, zoals voorgaande sprekers, zullen we ons hard maken voor de belangen en de integraliteit van de verkeersveiligheid en de doorstroming van Zeeland. Ja, dus ik ben benieuwd of ik in de tweede termijn ook nog nieuwe dingen hoor, waar behoefte aan is. Mevrouw Hoek? Niets nieuws in de tweede termijn. Heel goed, mevrouw Hoek. Mevrouw Slegers? Nee, ook niet. Dan stel ik vast dat u met alle opmerkingen gemaakt instemt met het voorliggende raadsvoorstel. En dat brengt mij bij agenda punt 6. Dat zijn de hamerstukken. En u zult in gaan stemmen met de voorgestelde raadsbesluiten. Zoals ik hier nog maar even meld. Dat zal zijn op agenda punt 6a, bestemmingsplan Bernestraat 1. Daar stemt u mee in. Dan het bestemmingsplan Buithorst. Daar stemt u ook mee in. Dan kom ik bij 6c, bestemmingsplan Hofstede, ongenummerd. Stemt u mee in. De tweede bestuursrapportage 2021. Daarmee stemt u in. Dan komen we bij de overheveling van incidentele budgetten 2021 naar 2022. Ook daar stemt u mee in. De wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap. Stemt u mee in. De technische aanpassing deelverordening gemeentelijke accommodaties 2021. Ik moet niet te snel willen gaan. Daar stemt u mee in. Dan komen we bij agenda punt H. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 gemeente Maassorst. Daar stemt u mee in. Dus subsidieregeling lokaal sportakkoord Maassorst 2022. Dat is 6i. Ook daar stemt u mee in. Dan komen we bij 6J, afstemmingsverordening, participatiewet, IOAW, IOAZ, gemeente Maassorst 2022 en verordening individuele inkomenstoeslag, participatiewet, gemeente Maassorst 2022. Ook daar stemt u mee in. Dan komen we bij de belastingen, rechten en tarieven. En daar zit een heel stel bijvoegingen in het raadsbesluit. En ook daar stemt u mee in. Dan kom ik bij de verordening Activiteitenfonds 2022 voor inwoners van Maassorst van 18 jaar of ouder, 6L. Daar stemt u mee in. 6M, de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO Gemeente Maassorst 2022. Ook daar stemt u mee in. En dan heeft u de hamerstukken vastgesteld. En dan kom ik bij de algemene stukken. De besluitenlijst van de vorige raadsvergadering, daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. En die stelt u daarmee vast. Dan, meneer De Klein, komen we bij de ingekomen stukken. En u had op twee onderwerpen een vraag aan u. Ja, de eerste vraag was over de brief die binnengekomen is over de APV van de gemeente Landert, het parkeren van grote voertuigen. Dat was dat stuk 1298. En daarop is geantwoord door het college dat die bepaling straks niet meer in de APV komt. Hè, dus het parkeren van grote voertuigen. Ja. Maar dat die wordt opgenomen in de verordening fysieke leefomgeving. Ja. En mijn vraag is eigenlijk, want ik had daar ook een schriftelijke vraag over gesteld, alleen het antwoord nog niet gekregen. Betekent dat er in die verordening ook zo'n bepaling komt dat je die grote voertuigen, en dan heb ik het echt over dingen van meer dan 2,40 meter hoog en 7 meter lang, dat ook straks daarin is gewaarborgd?
Weet u dat zo of moet ik toch wachten op het antwoord op mijn vraag daarover? Ik kan u in ieder geval zeggen dat in de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Maasdorp, zowel de APV als de andere verordening waar u net de naam heel goed bij noemde, maar die mij even ontschiet, dat die dan aanwezig zijn en daar zult u dan terug moeten zien. Maar ik durf u niet zeggen in welke vorm het voorstel zal zijn. Dus dan moet u heel even daar nog op wachten op het antwoord. Goed, u begrijpt dat mijn pleidooi is om een dergelijke bepaling daarin op te nemen. Ik kijk heel even naar de wethouders of die zo het antwoord kennen. Als dat niet zo is, dan hangt het nog even in de lucht. Of u volgt de vergadering van Maasdorp, maar van tevoren heeft u in ieder geval volgens mij de tekst onder ogen gezien. Helder. Ja, dan de twee. Dan is er, en dat was heel recent, en daarom kon ik daar eigenlijk ook niet eerder iets over roepen. Er is een opmerkelijke brief binnengekomen van de heemkundevereniging van Landert, Schaik moet ik zeggen, ja, over de Willevenstraat. En die discussie gaan we echt niet overdoen, maar nee, ik wil daar toch nog even de aandacht op vestigen, dat de heemkundekring heeft uitgezocht dat deze weg, de Willevenstraat, al voor 1800 bestond, karakteristiek was voor het ontstaan van dat gebied en dus niet zomaar een klein weggetje wat geen enkele betekenis had. De brief wordt in handen van het college gesteld. Dat wordt het college van Maashorst. Ik geef daar ook mijn warme belangstelling bij en ik hoop dat ze er iets mee doen. Ja, en u kent de uitspraak van de gemeenteraad van Landert en de opdracht om verder te gaan. Maar ook wij hebben kennis genomen van deze brief, meneer De Klein. Ja, voldoende over de ingekomen stukken daarmee. Dan kom ik bij de ingekomen stukken met betrekking tot afstemming, besluitvormingsproces Landert Uden ter kennisgeving. Waarbij het misschien goed is om te weten dat het laatste stuk daar heeft het college van Landert, het gaat over DTV, een suggestie gedaan aan Uden om in ieder geval de besluit aan te passen. Dat heeft men in Uden gedaan en daarmee hebben we eigenlijk een gelijke houding over het toekennen van 100.000 euro subsidie voor dat jaar 2022 op te nemen in de begroting van 2022. Dus de opmerking die hier nog staat is daarmee glad gestreken. En dat is ter kennisgeving. Dan kom ik bij de raadsinformatie door het college en daar zijn een aantal vragen gesteld. Het eerste gaat over second opinion van de grasspeel. Ik zou de heer Pijnappels daar graag het woord over nemen. Ja, voorzitter. Dankjewel. Ik heb het eind van de middag nog een aantal antwoorden ontvangen. En ik heb me daar niet helemaal 100% op voor kunnen bereiden. Maar ik wil toch, naar aanleiding van alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren zich voor hebben gedaan, in mijn slotbetoog, zo zou je het kunnen zeggen, en ik hoop dat het ook echt opgepakt wordt door raadsleden in de nieuwe gemeente, nog mijn beschouwing laten gaan over deze ontwikkelingen op de Graspil en de Schuifelenberg. Voorzitter, in de raadsvergadering van 4 november jongstleden heb ik nogmaals de aandacht gevraagd voor de onwenselijke gezondheidssituaties van de bewoners op de Graspil Schuifelenberg en de mogelijkheid om een en ander meer inzichtelijk te maken met de second opinion, CQ omgevingsonderzoek. In de nu voorliggende memo, u heeft ons een memo gestuurd hoe u dat op wilt pakken en daar ben ik u ook dankbaar voor, want daarin kan ik zien dat er dus een aanzet wordt gedaan om dit op te pakken. En in deze memo wordt ook duidelijk dat wat de bewoners zelf al langer aangeven, er problemen zijn ten aanzien van de uitstoot van schadelijke stoffen, welke gevaar vormen voor de volksgezondheid. U zegt zelf, we kunnen het ook niet ontkennen dat dat zo is. Ik noem even twee citaten uit deze memo. De verwachting is dat daarmee nog geurwinst gehaald kan worden, maar eerlijkheid halve gebiedt ons te zeggen dat het niet de verwachting is dat met de huidige stand van techniek ook de streefnorm gehaald wordt. Met andere woorden, we overschrijden de norm, maar met de huidige techniek gaat het ons niet lukken om daar de normen wel te behalen. En het tweede citaat, en dat is ook voor mij van belang voor het verdere vragen die ik hier nog over heb, er wordt nog aanvullend en nog wel metingen uitgevoerd om te beoordelen of de maatregelen ook de gewenste resultaat hebben. Dit betreft met name het geluid en daarna loopt nog een onderzoek naar de bodemverontreiniging. De resultaten zijn nog niet bekend. Dat gaat over Schuifelenberg 19. Twee vragen hierover, voorzitter. Is ingrijpen nu al gerechtvaardigd gezien
de meetresultaat in waarin de norm overschreden wordt. Want logischerwijs zou je kunnen denken, hier is een overschrijding, men voldoet niet aan de eisen, ingrijpen is hier, handhaven is hier de norm. En de tweede vraag is, wanneer kan de Raad de aanvullende meetresultaten van geluid en bodemonderzoek verwachten? Daar kan de wethouder wellicht antwoord op geven. Ja, dank u wel. Dan... Wacht, maar mijn betoog is nog niet klaar. Voorzitter. Gaat u verder. Ik ben bijna halverwege. Wat voor velen onderschat wordt, het gaat hier niet alleen om de gezondheid van uw direct omwonenden, maar deze concrete problematiek met betrekking tot de intensieve veehouderij is zeker ook van belang voor andere inwoners van Zeeland en bewoners in een grote cirkel om dit gebied. Ik vraag daar dan ook expliciet aandacht voor. Regel en wetgeving in Nederland maken ontwikkelingen in de intensieve veehouderij nog steeds mogelijk. De landelijke overheid is daarin traag in haar besluitvorming als het gaat om het terugdringen van ongewenste en schadelijke bedrijfsvoering in de agrarische sector. Het is een taai proces met veel tegenstrijdige belangen. En dat is veel frustrerend voor lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers die dagelijks met de ongewenste situaties geconfronteerd worden. Onlangs in onze besloten bijeenkomst heb ik hier ook een en ander over gezegd en heb ik moeten realiseren dat de regel en wetgeving mij niet mogelijk maakt om daar doortastend om op te treden. Als volksvertegenwoordiger loop ik tegen muren van procedures en beleidsafspraken aan die niet meer passen en wat mij betreft in de huidige tijd waarin we leven. Waar we vandaag tot inzichten zijn gekomen over schadelijkheid voor uitstoot in de intensieve veehouderij, zouden oude vergunningen herzien moeten worden en beschadigde en bestaande situaties opnieuw beoordeeld moeten worden. We mogen niet wachten op het moment waarbij ernstige gezondheidsklachten van onze inwoners zichtbaar en tastbaar worden. Dan ben je te laat. Spreekwoordelijk, de put wordt pas gedempt als het kalf verdronken is. Zolang het economische principe boven het gezondheidsprincipe blijft geplaatst, zijn we in mijn ogen niet goed bezig. Voorzitter, ik spreek de hoop uit dat met deze second opinion wel een stap zetten naar meer zichtbaarheid van wat de echte problemen zijn en dat we daarmee meer bestuurlijke grip krijgen op een proces waarin we de gewenste veranderingen tot stand kunnen brengen. De complexiteit om te komen tot deze veranderingen is groot en bestuurlijke wegen die hiervoor afgelegd moeten worden zijn vaak lang en in het slechtste geval doodlopend. Ingrijpen vandaag of liever gisteren is noodzakelijk, dat staat voor mij buiten kijf. Ik roep dan ook de agrarische ondernemers op om een maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken. Samen met inwoners en ondernemers hier aan werken, biedt kansen voor verbetering. En ik hoorde onlangs de heer Sybren Rijsma hier ook nog een oproep toe doen. Dat doe je samen, alleen tegen elkaar kom je er niet uit. Je moet dat samen oppakken. Voorzitter, dat over de Grasmeer Schuivelenberg. Maar ik maak bij deze gelegenheid, nu ik toch voor de laatste keer in de raad zit, ook nog even gebruik om de ontwikkelingen aan de persoon van Winkelstraat 59a nogmaals onder de aandacht te brengen. Ook hier lopen we tegen procedures aan, waardoor wij als gemeenteraad buitenspel worden gezet of dreigen te worden gezet. De Raad van State moet nog een uitspraak doen over het unanieme besluit van onze gemeenteraad om door de ondernemer voorgestelde plannen op het adres Pastoor van Winkelstraat 59a dicht bij de kern van Schaik niet toe te staan. Betreurenswaardig is het te constateren dat de ondernemer, inwoners en het lokale bestuur niet samen een aanvaardbare oplossing hebben gevonden. En hier ligt dan een voorbeeld waarin je dat wel zou moeten doen. Ik roep alle betrokkenen dan bij deze ook op om daar nog eens zorgvuldig naar te kijken en de opties met elkaar te bespreken. Voorzitter, na deze raadsvergadering draai ik het stokje over aan mijn opvolgers, vooral jonge, ambitieuze raadsleden en nog enkele oud-gedienden. Ik verwacht en hoop dat bovenstaande casussen, Graspeel en Persoon van de Winkelstraat ook door hen opgepakt worden. Dat zij in de nieuwe raad beleid maken waarmee we een gezonde leefomgeving realiseren voor de hele gemeente Maasvast. Ik kan niet anders zeggen dat de eerste aanzet hiervoor is gedaan. De huidige raden van Uden en Landert hebben de visie en bouwstenen voor een omgevingsplan al vastgesteld. En hierin, ik laat het toch maar even hardop zeggen, staat gezondheid op prioriteit nummer 1.
Komend jaar staat dit omgevingsplan en de nieuwe omgevingswet op de agenda. En dit biedt de nieuwe raad alle kansen om sturing en richting te geven aan het beleid waarin onze gezondheid, het klimaat en de leefbare omgeving kernpunten dienen te zijn. Laat dit een oproep zijn naar de nieuwe raad en de nieuwe raadsleden die hier ook nog in deze raad zitten, om dat mee te nemen als deze dossiers, en die komen zeker nog terug, op de agenda staan. Dankjewel, voorzitter. En ik hoor graag van de wethouder wat de antwoorden zijn op mijn vragen. Ja, alsjeblieft, meneer Pijnappels, want u krijgt hier heel veel meer ruimte dan er eigenlijk normaal zou zijn. Want als iedereen de laatste vergadering aanpakt om de testamenten nog even over te dragen, dan denk ik maar, ik weet hoe hard u de afgelopen jaren hier aan gewerkt heeft, dus het is u nu gegund, maar ik weet dat u dadelijk nog een keer op de agenda staat, dus ik hoop dat u zich dan echt bij het agendapunt wil houden. Dat is ook voor uw collega's in de raad, die zich misschien anders voorbereid hadden, wel zo netjes. Maar zoals u ziet, u heeft uw verhaal kunnen doen. Ik kijk naar wethouder Vrijken, denk ik, voor de beantwoording. En mogelijk ook daar opvullend wethouder Brands. Maar eerst maar eens wethouder Verrijken. En wethouder Brands niet. Wethouder Verrijken. Oké. Okay. Ja, dank u, voorzitter. Ja, twee vragen gesteld. Ja, meten is weten. Hè. Het is in ieder geval, we hebben nu de eerste keer gegevens gekregen die door de agrariërs zelf zijn aangeleverd en door de ODBN geïnterpreteerd. En goed, in de memo treft u aan wat... Ja, wat het betekent, hè? Er zit toch nog een overschrijding in bovenop zeg maar, de lage norm die deze toch vergunde luchtwasser natuurlijk aanlevert. Ja, reden te meer om, en daarbij pakken we de gemeente, of pakken we als gemeente de regie zelf, dadelijk in de zomer, hè? Dan heb je dus de meeste uitstoot. Het is een keer heel goed te doen, maar dan onder eigen regie en zo nodig met de second opinion, hè? Dat we in ieder geval zeker weten dat we het dan goed doen. He, dus op basis hiervan moet de agrarium beheersplan, een geurbeheersplan maken. Ja, dus ik denk niet dat het nu op de plaats is om überhaupt aan ingrijpen te denken. Ik kan me wel voorstellen, als we straks een tweede meting hebben gedaan met de geurbeheersplan, ja, en het is nog niet goed, ja, dan kun je natuurlijk een heel zwaar beroep doen op de ondernemer om toch te kijken wat hij eraan kan doen. Ja, we hebben alleen één juridisch manco, en dat is in de geurwet staat er een geurnorm genoemd. Ja, en als je daaraan voldoet, dan voldoe je aan de wet. Wat kun je dan doen? Ja, in feite heb je het dan over, we hebben het wel eens ooit over ongebaande paden gehad in het verleden. Ja, ik zou me kunnen voorstellen, maar ja, dat is dan iets of voor de inwoners of misschien voor de toekomstige gemeente. Er blijkt ook helemaal geen jurisprudentie over te zijn om te kijken of je zoiets toch kunt afdwingen. Hè? Want formeel is het zo dat het systeem wordt vergund, hè? Maar heeft de rechter langzaamaan gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op een gegeven moment ook een gevoel van meedenken van ondanks dit soort vergunde zaken, ja, als je dan toch overschrijdingen hebt, dat er dan uitspraken te ontlokken zijn die daar iets van gaan vinden. Het kan gewoon heel strak zijn, want vaak zie je de Raad van State gewoon heel strak oordelen van kant en klaar. Maar wie weet kunnen er ook uitspraken komen die daar anders in zijn. En ik kan me heel goed voorstellen, na afloop van een onderzoek wat je dan in juni doet, dat je dat in overweging neemt. Ja, daar kunnen we nu op dit moment niks mee, maar ja, dat is iets die kun je dan kan overwegen. Maar ja, het is niet te voorspellen wat daar de uitkomst van kan zijn. De tweede vraag die u hebt, de gegevens, ja, dat is geen probleem. Hadden we volgens mij al iets van aangegeven dat dat geen punt is. Alleen moeten we dat even afstemmen met degene die de gegevens ook heeft, dat is de ODBN. En zo gauw we dat allemaal hebben, komt dat uiteraard allemaal naar u toe. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk nog heel even naar de heer Pijnappels, of dan nog... Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, kijk, ik begrijp van de wethouder dat handhaven op dit moment niet aan de orde is, omdat er eerst een geursbeheersplan moet komen. Maar dat in juni dat wel een interessante discussie wordt. Hoe ga je dat dan handhaven? En ga je dat ook juridisch aanpakken? En ik hoop dat daar ook knopen doorgehakt worden en dat we het lef hebben om dat op een goede manier met elkaar te doen. Verder geen opmerkingen hierover. Ja. Dankjewel. Dan gaan we naar de volgende vraag van de heer Beumer. Dat is naar aanleiding van raadsinformatiebrief 8 over de situatie rond de Jonkergouw. En dan hebben we het over tuinbouwbedrijven en niet over onze raadslid. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doel van mijn inbreng van vanavond is, voordat het nieuwe college aan de slag gaat met de verplaatsing van het tuinbouwbedrijf Jonkergouw,
dat de raad van de gemeente Maarshorst bevraagd zou moeten worden om de kaders waarin die verplaatsing al dan niet plaats kan vinden. En ik richt me dan dus vooral op de collega raadsleden die dadelijk de nieuwe raad gaan betreden, en dan met name de fractievoorzitters van Tiel, van den Broek en van den Heuvel. Ik ben ook heel erg benieuwd of zij op het einde van mijn betoog zouden willen reageren. Natuurlijk, mocht het college vinden ook een inbreng te willen doen, is dat natuurlijk ook geen probleem. Een paar jaar geleden werd de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief door het college geïnformeerd dat zij onder voorwaarden willen meewerken aan de verplaatsing van de tuinbouw. Deze en de raadsinformatiebrief die daarna kwamen waren vooral verkennend van aard, en waarbij ook meermalen werd aangegeven dat alle kosten die relatie hebben met de bedrijfsontwikkeling van het tuinbouwbedrijf Jonkergouw voor rekening moeten komen van het bedrijf. Nou, dat was natuurlijk een heel erg geruststellend uitgangspunt. Echter, de meest recente bijeenkomsten waarbij de gemeenteraad in besloten sfeer werd geïnformeerd over de voortgang van de plannen, die kregen toch wel een iets ander karakter. Er werd duidelijk gemaakt dat alle kosten die relatie hebben met de bedrijfsontwikkeling van tuinbouw Jonkergouw voor rekening komen van het bedrijf, dat uitgangspunt werd losgelaten. En ja, het was toch wel en is een nieuwe situatie. De meest recente besloten bijeenkomsten die gaven een kijkje in de keuken, waarbij verschillende scenario's werden besproken, waarbij heel grote financiële risico's mogelijk op het bordje van de gemeente komen. En de bijeenkomsten hadden niet het karakter van horen, maar de raadsleden werden ter plekke en zonder voorbereiding met een grote hoeveelheid informatie geconfronteerd. En met voor ons nieuwe uitgangspunten en risico's. Is dat fout? Nee, dat hoeft niet per definitie fout te zijn en een verkeerde aanpak te zijn. Maar de constatering is wel dat hierdoor een nieuwe situatie is ontstaan. Een situatie die anders is dan de eerste raadsinformatiebrieven deden vermoeden. En naar mijn vaste overtuiging is die nieuwe situatie die ook opnieuw getoetst moet worden door de gemeenteraad. Nou, dat gaat deze raad natuurlijk niet meer lukken. De voorliggende raadsinformatiebrief die maakt de indruk van een rijdende trein. En kan zo ook gelezen worden door de nieuwe raad en door het nieuwe college. En mijn oproep is: stop bij de eerste halte. De nieuwe raad moet bijgepraat worden en bevraagd worden om de kaders die zij gewenst achten in dit dossier, waarna de reis weer opgepakt kan worden. En ik ben benieuwd, wat ik al zei, naar de reactie van de heer van den Broek, van Tiel en van den Heuvel. Ja, en toch, meneer Beumer, ze mogen van mij reageren, maar wat u aan het doen bent, is bezig om in de coalitiebespreking van een nieuwe gemeente bezig te gaan. En ik geef iedereen die daar nog iets over wil zeggen het woord. Maar volgens mij is hier een raadsinformatiebrief aan de orde die het college u heeft gezonden. Daar kunt u vragen over stellen. Volgens mij is het ook niet helemaal gepast om met een oude raad nog allerlei uitspraken mee te geven waar een nieuwe raad mee opgeschreven wordt. Dus ik geef de mensen het woord, maar wil ze ook vooral ook de ruimte bieden om de goede dingen te blijven doen ten behoeve van die nieuwe gemeente en misschien ook wel ten behoeve van het dossier. Dus die toevoeging echt gemaakt hebben, meneer Beumer. Voorzitter, ik zou daar toch graag op willen reageren. Wordt een lijn uitgezet, een bepaalde lijn, ja. Waarbij ik zeg van er zijn veranderende omstandigheden. En ja. Bij veranderende omstandigheden hoort een raad zijn kaderstemmende rol te nemen. Ja. Een belangrijke verandering is dat we van een oude naar een nieuwe raad gaan. En dat je daarmee, en zoals ik zojuist ook en vaker heb gehoord vandaag, dat je daarbij wil aangegeven, God raad, neem dit serieus. Want we zitten nu in een hele andere sfeer met elkaar te werken dan dat in eerdere instanties is aangegeven. Dus er zal een raad naar moeten kijken. En dat is wat ik beoog. Ik heb het helemaal niet over coalitie in besprekingen. Ik beoordeel de raadsinformatie die nu voor ligt. Dan heeft u daar het punt gemaakt, hè? Maar u vraagt volgens mij aan de collega's die overgaan naar Maasos, niks expliciet om daar een reactie op te geven. Gaat ze nu vragen? Volgens mij Ik wil geen verkeerde indruk wekken. Ik vraag alleen maar aan hen of zij mijn opvatting delen dat de nieuwe raad in dit traject bevraagd zou moeten worden. Ik ga het ze vragen en ik hoop dat ze ja zeggen, net als op al die andere belangrijke dingen. Meneer van den Heuvel. Ja, voorzitter, dankjewel. Ja, om antwoord te geven op het betoog van de heer Beumer. Ik deel een beetje uw mening, voorzitter. Ik vind het een beetje voorbarig om nu echt de inhoud in te duiken.
en om te duiden en om toezegging te doen. Maar daar is volgens mij de heer Beumer ook niet op uit. Want als we terugkijken, zelfs in de vergadering van vandaag, blijkt dat een integrale blik op processen ontzettend belangrijk is. Waarin we zowel locatie als randvoorwaarden en risico's altijd moeten afwegen. En vanzelfsprekend zullen wij dat op dat moment ook naar waarde afwegen, zoals we dat altijd doen en hebben gedaan. Dus meneer Beumer, dankjewel voor uw suggestie en kritische blik vanuit het algemeen belang. En wij zullen dit op het moment dat het ons voorligt behandelen zoals het ook hoort. Heel goed, dankjewel Harry. Meneer Van Tiel, sorry, excuus, Leijs Heeland. Meneer Van Tiel. Ja, dankjewel. Aan de heer Beumer ook. Ja, eigenlijk is dit een dezelfde soort situatie, zou ik willen zeggen, als met reepplakken en voederheil. De mensen die in de nieuwe gemeenteraad terugkomen, hebben dit dossier zeker op de radar. En om bij voorbaat te zeggen, wij zullen op station 1 de trein stoppen. Dat gaat ver, te ver. Wat wel goed is, dat de heer Beumer wel degelijk ons oproept om dit dossier goed te volgen. En daar kan hij zeker op rekenen. En ik ga ervan uit dat wij in de nieuwe situatie de kaders en alle in- en outs, het individuele belang van het bedrijf, afgezet tegen het algemeen belang, goed op een rijtje zullen zetten. En niet zomaar blindelings zeggen, we zijn op een trein gestapt en dus moet de trein aankomen. Zover is het toch nog niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ook voor de bestemmings- en woningbouwontwikkeling in Schaik er een groot algemeen belang gemoeid is, behalve het bedrijfsbelang zelf. Dus we moeten wel reëel zijn in de situatie. Wat ik bij voederheil en reepplakken ook vond, we kunnen denk ik ontwikkelingen niet tegenhouden, maar wel heel bijzonder letten op de gevolgen voor de omgeving waar eventueel dit bedrijf terechtkomt. Dat is het, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Tiel. Meneer Van den Broek, ook nog behoefte om te reageren? En misschien ook wel mogelijk een terechte vraag vanuit de heer Beumers perspectief. Zoals hij hier met het dossier geconfronteerd is om het aan ons mee te geven en de zorg ook mee te dragen en mee te geven. Die zorg die is zeker aangekomen. Ik weet zeker dat wij die vanuit Landert met het BOT-model te maken hebben gekregen. En weten dat we eerst onze beeldvorming informatief goed geïnformeerd moeten worden. Vandaar aan een oordeel aan een besluitvorming komen. En dit is een complex dossier. Die hebben we niet voor niets al door moeten schrijven. Omdat er echt veel meer nog bij komt kijken als we op dit moment konden overzien. En die informatie die zal zeer zeker met ook in de nieuwe Maasvors goed gedeeld moeten worden. Om tot goede besluiten te kunnen komen. En tot zover wil ik het ook meegeven tot dat in ieder geval is aangekomen en tot we dat zullen meedragen. Meneer Beumer. Uitermate tevreden met de beantwoording, voorzitter. Ja, ik ook. Maar ik ook. Maar wat minder tevreden over uw inbreng, voorzitter. Ja. Komt het toch voort uit het feit dat we de intentie die ik met dit betoog heb gehouden, dat we daar onvoldoende herkenning hebben bij elkaar. Maar goed, ik ben in ieder geval blij met de beantwoorden van de raadsleden. Heel goed. Nou, ik deel in ieder geval de blijdschap over de beantwoording, want die is volgens mij in lijn zoals het hoort. En ik hoop in een hele brede zin. Ik kom bij de volgende vraag. Dat gaat over de programma begroting. Meneer Pijnappels. Ja, voorzitter. Opdrachtsdocument. Ja, Duurzaam Maasvors wil graag een goede afronding van deze gemeente. Vandaar dat wij een aantal punten geagendeerd hebben. En ook het punt wat meneer Beumer aandroeg staat ook in dit overdrachtsdocument. U heeft het over de begroting. Wij hebben het over het overdrachtsdocument. Ja. Daar heb ik lang op moeten wachten. En tot de lange lijst heb ik het gisteren gekregen. En ik begreep dat het eerst in de pijplijn helemaal niet goed is gegaan. Dat het eerst is blijven hangen. En dat vind ik wel spijtig, want daardoor heb ik het eigenlijk maar heel vluchtig door kunnen nemen. Snap ik. En wat mijn intentie was bij dit overdrachtsdocument, hebben wij alles meegenomen wat we ook beloofd hebben dat we mee zouden nemen. En ik ga er toch een aantal punten uithalen. Overwegend ben ik tevreden met wat erin staat, alhoewel ik het soms erg globaal geformuleerd vind wat erin staat.
Maar het biedt in ieder geval alvast, en ook voor de partijen die straks aan de onderhandelingstafel zitten, ik zou zeker dit overdragsdocument bij de hand houden, want hier staan een aantal belangrijke afspraken in, die ook in de nieuwe gemeente aan de orde komen. En die van belang zijn dat je daar goede, in de vormen coalitie, goede afspraken over maakt. Voorzitter, bij het programma Veiligheid, ja, dat is een open deur, de brandweer Zeeland voortvarend oppakken. Nou, dat hebben we vandaag in ieder geval vast gedaan. De afwerking is aan de nieuwe raad. Bij het programma Verkeer en Vervoer, en dat vind ik wel het bijzondere, staat het verkenningsonderzoek Kern Zeeland, over het verkeersonderzoek Kern Zeeland, dient er rekening te gehouden worden met reepplakken 3 en Voederheil. En later komt dat nog een keer terug. Dus dat is wat opgeknipt in het overdragsdocument. Ik vraag daar in ieder geval aan om daar alert op te zijn dat daar op vooral uit verschillende perspectieven naar gekeken moet en zou kunnen worden. En dat is vandaag bij het vaststellen van de brandweer ook al duidelijk gezegd. Dan bij het programma Economie en Toerisme wordt er gekeken naar een evenemententerrein op de Zeelandse Dijk 18. Ik wil hier even in herinnering roepen dat wij ooit de motie aangenomen hebben om evenementen op gevoelige locaties niet toe te staan. Dus laat dat in de afweging die daarvoor gemaakt worden, meegenomen worden. Dan sla ik wat programma's over. Ja, en deze vind ik wel een interessante bij sport, cultuur, recreatie en natuur. Een veldschuur voor carnavalswagens. In 2022 gaan we daar nou eens goed naar kijken. Dan is het carnavalseizoen al bijna voorbij. Dus dat wordt uit 2023 voordat gerealiseerd wordt, constateer ik. Maar goed dat er nog een keer naar gekeken wordt. Dan bij het programma even kijken waar ik gebleven ben. Er wordt nog eerst gesproken over het Schone Luchtakkoord. Ik denk dat dat goed is dat we daar heel sterk op inzetten. Omdat het ten aanzien van de volksgezondheid in het buitengebied een belangrijke invloed heeft. En daar komt ook die second opinion van de gastpril om de hoek. En die mis ik in het hele stuk, want dan kom ik bij programma 8. Dan pak ik eerst bij programma 8 even bovenaan staat in de eerste reepplakker 3. Daar staat genoemd, en daar mis ik iets, actieve betrokkenheid van de bewoners wordt onder andere ingevuld door organiseren van werkateliers. En daarbij zou volgens mij moeten staan en het samen opstellen van een masterplan. En dat masterplan had ik hier graag teruggezien. En ik hoop dat dat gerepareerd kan worden. Dus dat is een vraag. In ieder geval kan dat meegenomen worden. Dan verderop in dit stuk van programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing. Programma 8 is dat. Staat even kijken. Staat iets verderop. Beleid buitengebied. Ja, daar wordt nog expliciet genoemd de grasspeel. Dat een moeilijk stuk is. Ik kijk even hoe dit hier benoemd is. Ik had het proberen uit te printen, maar dat is helaas niet gelukt. Hierbij kunnen bouwstenen of kijken buitengebied worden. In dat kader brengen wij ook de problematiek onder de aandacht die speelt in het gebied grasspeel. Zoals bekend zijn de omwonenden in dat gebied absoluut niet te spreken over de ontwikkeling die daar plaatsvinden. Van de zijde van de gemeente is er weinig speelruimte, immers de basis van het beleid vanuit het verleden moet dat gebied ontwikkeling worden toegestaan. Voorzitter, ik mis hier de opmerking dat wij nu aangestuurd hebben op een second opinion. En ik hecht er zeer veel waarde aan dat die daar wel opgenomen wordt. Ik hoop dat dat gerealiseerd kan worden. En aan het einde, en nou staat in datzelfde alinea nabij de bebouwde kom van de kern Schaik, speelt nog een kwestie met een agrarische ondernemer die in de nabijheid van de bebouwde kom een stal met 1100 vleeskalveren op wil richten. Deze ontwikkeling heeft de aandacht van de omgeving en de politiek verlamd. Ook hier zou aangevuld moeten worden dat dit nog onder de rechter ligt bij de Raad van State. En ik mis dat ook hier in dit overdragsdocument. Nou, in ditzelfde programma 8 staat de verplaatsing Jonkergouw benoemd, waar mijn collega de heer Beumer net over het woord heeft gevoerd. Dus dat komt wel goed, denk ik. Ja, voorzitter, dit waren in eerste instantie mijn opmerkingen als het gaat over de overdragsdocument.
Ik heb het niet verder goed kunnen bestuderen. Ik ben benieuwd of andere raadsleden daar ook nog opmerkingen of vragen over hebben, of dat die het helemaal nog niet gezien hebben. Ja. Misschien toch over het tijdstip van het overdrachtsdocument aanbieden. Dan moet ik gewoon door het stof, want wij dachten dat dat vorige week donderdag voor de commissievergadering, eigenlijk de voorbereidende vergadering, al bij u lag. En ik ben blij dat u in ieder geval zich gemeld heeft. Anders hadden we vandaag nog steeds gedacht dat dat zo was. Op die manier uitgezet is en we vanuit gegaan waren dat het eigenlijk al bij de raad zat. Dus echt excuses daarvoor. Dan misschien toch over het doel van dit overdrachtsdocument, zoals wij het hebben, maar zoals u het ook meegegeven heeft. Dus namelijk om te zorgen dat de onderwerpen die hier spelen, dat die op de goede manier overgedragen kunnen worden naar de formerende partijen. En eigenlijk, en het overdrachtsdocument is ook naar alle partijen gegaan in de nieuwe gemeente Maassluis, naar alle partijen, zodat ze weten wat er hier speelt. En dan kun je het heel erg hebben over het detailniveau. Hè? Wat zou er nou wel of niet in moeten? Dus die second opinion, ik zeg u toe dat in ieder geval ook even aangeboden wordt als extra onderbouwing in dat graspeeldossier. Maar er zitten heel veel besluiten in. Er staat ook heel veel niet in. Wat gewoon meegaat in de besturen, in de ambtelijke organisatie. En eigenlijk moeten we daar vooral ons op richten. Maar alle moties die hier toegezegd zijn, die second opinion is hier toegezegd, dat gaat allemaal mee naar de volgende gemeente als bestuurlijke toezeggingen die bestuurders eeuwig, ook als je overgaat naar de nieuwe organisatie, is dat zo. En wat wel kan gebeuren in alle gevallen is dat de nieuwe gemeenteraad zegt, goh, dat is leuk dat ze dat bedacht hebben toen in Landert en toch zien we het niet zitten. Nou, dan zullen er nieuwe raadsbesluiten genomen moeten worden. Maar gezien de teneur en de verkiezingsprogramma's die ik gezien heb, denk ik dat er heel veel van de inzet zoals in Landert gepleegd is, dat die ook een doorzet zullen krijgen. Ook als het niet in akkoorden terechtkomen, want dan is het onderhanden werk. Dus dat heel even over het geheel. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het masterplan. Er is een raadsinformatiebrief uw kant op, waar dat proces beschreven is. Dat heeft nog niet in deze vergadering zijn plek gehad, maar is deze week naar u toe. Dus dat masterplan staat gewoon in de raadsinformatiebrief als een toezegging van het college om door te gaan. Dus dat hoeft wat mij betreft ook niet toegevoegd te worden. Ik snap uw second opinion opmerking, ook in het verhaal van de afgelopen weken, dat we die nog even onder de aandacht brengen. En de rest is het goed dat u ziet dat er veel onder de aandacht is in ontwikkeling, inclusief. En daarom dat ik net ook misschien wat scherp was rond het Jonkergouw dossier. Ik hoop dat onze raadsleden op al die verschillende onderwerpen doen wat ze ook toegezegd hebben. Namelijk scherp zijn, kritisch beoordelen en van daaruit de goede dingen doen. Dus dat heel even vanuit het college, met vooral het excuus dat het zo laat gekomen is, want ik kan me voorstellen dat misschien anderen er anders ook nog een opmerking over zouden willen maken. En misschien is dat toch het geval, dus kijk heel even rond. En dat is niet zo. Dus dit document ligt bij de formerende. Voorzitter, mag ik dan nog een korte opmerking? Ja, meneer Wijnappels, u mag zeker nog een korte reactie. Aanleiding van uw reactie, dank daarvoor. En ik ben ook blij dat u met mij eens bent dat met name ook zo'n opmerking over second opinion. Maar ik vind ook dat het persoon van Winkel nog straat onder de lid onder de Raad van State ligt in dit overdrachtsdocument aanwezig moet zijn. Kijk, bestuur is eeuwig, een geheugen is soms kort. En er zitten dadelijk nieuwe mensen aan tafel. En dan denk ik dat het goed is dat iedereen bewust moet zijn van dat er dwingende afspraken liggen. Nee, ik snap het. Ik ga toch nog één keer op reageren, meneer Pijnhoffs. Dat gaat naar de Raad van State. Hè? Dus al zou het bij dit komt gewoon op tafel. Hè? Dus dit gaat ook om te zorgen dat er dingen niet van tafel gaan. Nou, ik maak me geen zorgen over de pastoor van Winkelstraat. En ik weet dat u nog in Landen blijft wonen en actief zult blijven. Dus second opinion zal ik toegeven. De andere dan gaan we te veel in, wat mij betreft, de normale stroom die er is. Maar maakt u zich geen zorgen, dat is in de overdracht geregeld. Okay. Dan kom ik bij de laatste raadsinformatiebrief nummer 13. Ook door u ingebracht, meneer Pijnappels. Ja, voorzitter, dankjewel. Ik heb mijn microfoon maar aan laten staan. Ook daar we hebben daar vanavond al iets meer over gezegd, ook bij het vaststellen van de stemmingsplan brandweer op de voederrijl. En toen heb ik ook gezegd dat ik bij deze ook nog even teruggekomen. We hebben deze week nog de raadsinformatiebrief ontvangen.
die geeft een toelichting op het proces en dat is ook goed dat dat nu nog gedaan wordt. En uit die brief lees ik ook dat het college even pas op de plaats maakt, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. En dat we moeten gaan bouwen op de Reepelakker staat buiten kijf, want er is grote behoefte aan woningen. Voorzitter, ik lees in deze raadsinformatiebrief dat het bureau Krachten bezig is met verdere planvorming en uitwerken van het masterplan. En daar hebben zij ook een aantal dingen voor opgehaald in de werkateliers, in het Witte Huis. En ik ben daar overigens ook bij aanwezig geweest. Het was een goede avond. Er waren meerdere tafels waar met elkaar gesproken werd en ideeën en plannen uitgewisseld. Zoals het er nu uitziet in deze planning, en dat verwacht mij zo toch wel een beetje, komt het terug naar de inwoners. Maar als ik dan kijk bij de geplande besluitvorming en communicatie, dan zie je dat eigenlijk eerste kwartaal de presentatie en de dialoog concept masterplan bij BMW en de raad staat en daarna terugkoppelbijeenkomst. Ik had graag gezien dat in dat lijstje terugkoppelbijeenkomst op 1 stond en daarna de dialoog, terugkoppeling, raad en college. De juiste volgorde moeten we daarin hanteren, want dan zeg je participatie is belangrijk, dat zag ik ook bij het voederhuil. Mensen moeten echt het gevoel hebben dat ze hun inbreng neer hebben kunnen leggen en terug. Zij moeten kunnen zien wat zij aangeleverd hebben, hoe dat vertaald is in dat concept masterplan en mogelijk daar waar nodig is nog enige wijzigingen of aanvullingen kunnen geven. Dan, voorzitter, er is door het college een voorkeursvariant gedaan voor de ontsluiting, verkeersveiligheid en de ontsluiting op de Bergmaas. En de motivatie is eronder ook van de wethouder geweest. We moeten voortgang maken, want anders ligt eigenlijk het plan stil en dan hebben we over 3 jaar nog geen woning daar. Nou, dat lijkt me ook niet goed als dat zo zou zijn. Dus vandaar kan ik enig begrip opbrengen, maar, voorzitter, er ligt ook aan de andere kant een belangengroep die ook een voorstel heeft neergelegd, een alternatief. En die hebben daar zorgvuldig over nagedacht. Die hebben daar bij stilgestaan. Die hebben een alternatief bedacht die in hun ogen veiliger is. En hoe zo mooi zou het zijn als je participatie op deze manier goed zou invullen, dat je ook dat alternatief meeneemt in dat masterplan als een keuzemogelijkheid. Van hoe kun je daar naar kijken? Je kunt naar kijken ontsluiting op de Bergmaas en je kunt kijken naar het alternatieve plan van de belangengroep Reepelakker. Of dat dan haalbaar is, dat kan ik aan deze kant niet zeggen, maar daarmee geef je wel een signaal af dat er meerdere wegen zijn naar Rome. In dit geval meerdere ontsluitingswegen op de Reepelakker 3. Ook daarmee bied je het college en de nieuwe gemeenteraad een keuze om straks te kijken van wat is het beste en hoe krijgen we hier een mooie wijk waar iedereen tevreden is en waar je mee ook mensen achter je kunt krijgen. Net zo goed als wat bij de voederhuil de inwoners tevreden zijn, zou het mij erg veel waard zijn als ook de inwoners aan de toekomstige inwoners van de Reepelakker tevreden zijn en dat de veiligheid voor heel Zeeland in de verkeersafwikkeling op orde is. Dus ik ben erg benieuwd wat de wethouder hiervan vindt, als we dat op die manier voorstellen, om dat mee te nemen in het proces bij de ontwikkeling en vaststellen van het masterplan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Pijnappels. Wethouder Brands. Dank u wel, voorzitter. Eerst maar toch, dat is wel steeds een verwarring geweest over en weer. Hè. Deze wethouder is in de afgelopen, los van dit onderwerp, maar ook bij andere onderwerpen, ja, waarom weet de omgeving of de straat het eerder dan wij als raad? Of ik kreeg het omgedraaid hoor. Waarom heeft u nu eerst met inwoners gesproken? Dat is natuurlijk altijd een beetje het dilemma waar je als bestuur in zit. Dan hebben we soms ook nog met de pers te maken, die na de BMW-besluit ook nog eens vragen aan ons gaat stellen. Ja, dan ben ik ook tegenwoordig al alles digitaal meteen opgezet worden. Dus dat is ook niet altijd even handig. Maar wat hier staat in de planning is juist net, we doen een terugkoppeling naar de inwoners toe. Dat gaat sowieso gebeuren, staat januari, februari. En ik kan u vertellen, met de planning van de nieuwe raad en nog niet weten wanneer het nieuwe college bestuur ruimte heeft om te praten over de Reepelakker, zal altijd eerst de inwoners aan bod zijn. En plannen die inwoners inbrengen worden serieus genomen. Als daar iets van gevonden wordt, dan wordt de vraag gekeken naar op welke manier kan het haalbaar zijn of niet haalbaar zijn. Want soms hebben inwoners niet het overzicht
wat er bij ons in huis is, over wat haalbaar kan zijn of niet. Daar moet je het met elkaar over hebben. Dus volgens mij is dat ook precies het proces wat we tot nu toe hebben uitgelopen. Dat betekent niet dat mensen, als ze iets voorstellen, dat ze dan altijd gelijk hebben. Dat zegt u ook niet. En dat is natuurlijk ook zo. Wat ik wel lastig vind in het lange duren van dit soort trajecten. Het is eerst gauw, de gemeente doet het niet goed. En vervolgens, als het zich wat gaat verengen of concreter gaat worden, dan zie je in één keer allerlei clubjes of individuen. Ik krijg zelfs individueel mails nu binnen. Die zeggen, ja, maar we moeten toch eigenlijk die kant op. Of dat beslissen eigenlijk. En wat hun roepen, dat telt niet, wat voor ons is belangrijker. Dat is ook wel een dilemma waar de nieuwe raad straks ook mee te maken gaat krijgen. Dat kan ik u eigenlijk al wel voorspellen na 14 jaar wethouder te mogen zijn. Maar ik volg uw betoog. Het is hartstikke belangrijk om ze mee te nemen. En helder en duidelijk te communiceren. En ook aan te geven als iets niet kan, waarom dat het niet kan. Dus niet zeggen, het kan niet, maar ook vooral vertellen waarom iets niet kan. Volgens mij zit het hier heel goed in de procedure nu. Dus volgens mij moet daar de nieuwe raad en het nieuwe college heel goed mee uit de voeten komen. En juist net die hoe belangrijk woningbouw ook is, gedacht om niet over het graf te regeren, maar even een pas op de plaats te maken. Dat heeft u goed verwoord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, wethouder. Meneer Pijnappels. Ja, voorzitter. Twee dingen. Korte reactie op de stukken die de belangengroep Repelak gaan leveren. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is echt onderbouwde inhoudelijke motivatie om iets anders te doen. Ik heb niet echt mijn antwoord op mijn andere vraag. Is het mogelijk dat je twee varianten opneemt in het masterplan, waar uiteindelijk de gemeenteraad een definitieve keuze op maakt? Daar zou ik graag een antwoord op willen. Wethouder. Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn. Maar dat is niet meer aan dit college. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dan zul je eerst een terugkoppeling moeten hebben met de inwoners. We gaan direct praten over conceptmasterplan. Helemaal nog geen definitief masterplan. Dus u loopt soms ook iets, af en toe iets sneller en dan weer iets langzaam. Maar dat is wel de procesgang zoals wij het in ieder geval bedacht hadden. En ja, als dat een serieuze variant is. En daar moet overleg over worden gepleegd. Maar als dat een serieuze variant is, moet je dat zeker meenemen. Ja, sterker nog, misschien moet het die variant dan wel worden. Maar dan loop ik weer te ver van de toekomst vooruit. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan komen we met de afronding van agenda punt 8a. En kom bij 8b, mededeling door gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden. Ook daar hebben wij niet meer de behoefte om heel veel over te roepen. Dat geldt ook voor de mededeling vanuit werkgroepen. En er hebben zich geen vragen, agenda punt 9, zijn er binnengekomen voor de rondvraag. En dat brengt ons naar de sluiting. En dat is denk ik goed om een aantal dingen mee te geven, omdat normaal gesproken bij het afscheid van een college, maar zeker een gemeente, er vaak een mogelijkheid is voor inwoners om het gemeentebestuur, dat is college en raadsleden, te ontmoeten. Dat zal als gevolg van COVID in Landert niet het geval zijn. Dat vinden we jammer en we zullen wel aandacht eraan besteden. Dus ik vraag iedereen om in ieder geval de arena in de gaten te houden, omdat daar nog wel aandacht is voor de 28 jaar Landert die we dadelijk achter de rug zullen hebben. De ontwikkelingen die daar plaatsgevonden hebben om... het zal nog niet helemaal een bewaard document zijn, dus het is geen hardcover. Maar voor sommigen vast en zeker goed om nog eens een keer te zien hoe de gemeente Landert zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Want dit is de laatste besluitvormende vergadering geweest. Wat we wel doen is op 21 december 2021 nog een afscheidsraad te houden. Daar bent u allemaal weer bij uitgenodigd. En we zullen dan nog stilstaan bij het functioneren van deze gemeenteraad en naar de raad van Maasdorst kijken. Via deze weg zou ik in ieder geval de pers alvast willen bedanken die altijd inhoudelijk verslag hebben gedaan in zowel Arena als Brabants Dagblad. Natuurlijk de vrienden van Landert TV die zeker bij de fysieke vergaderingen altijd aanwezig waren om de registratie te doen, maar ook deze digitale vergadering. Zorgen dat die verder komen. We zullen daar dus bij de afscheidsraad nog wat meer bij stilstaan. Maar ik dank vooral ook al die andere kijkers die vandaag niet zo heel veel
op hun zitvlees hebben hoeven te teren, maar dat in sommige gevallen heel veel hebben moeten doen, soms tot na 12. Al die mensen die betrokken zijn bij de politiek het op deze manier gevolgd hebben. Dank daarvoor. Ik weet dat dat ook weer heeft geleid tot heel veel contacten met onze raadsleden. En het is mooi om dat te zien. Dus ik geef u aan, 21 december 2021 is er nog een afscheidsraad. Dat zal uitgezonden worden voor iedereen te volgen. Helaas geen inwonersbijeenkomst om op die manier afscheid te nemen als gevolg van COVID. Maar ik wens ons allen in die laatste 3 weken van Landert in ieder geval nog een mooie tijd. Dank voor uw bijdrage hier in deze vergadering, voor de genomen besluiten. En wij treffen elkaar de 21ste. Tot ziens. Dank u wel. Tot ziens allemaal. Tot ziens allemaal. Tot ziens.